Hallo gasten, een hele goede dag allemaal, Arjen hier. En vandaag een nieuwe Pistol Monday. Maar eerst laat ik even mijn stats zien, want gisteren was er iemand na mijn Super Shotgun zondag die zei dat ik mijn stats, mijn KD naar beneden bracht, gewoon zodat ik in kutlobby's kwam. Nou, dat is niet het geval, want mijn KD op dit account, waar ik altijd op speel, is 3.17. En 3.17 KD, dan denk ik niet echt dat je in zulke lobby's hoort te komen. Niet arrogant bedoeld of zo, maar... ik ben geen cheater. Ik ga mijn KD niet omlaag brengen om in slechtere lobby's te komen of zo. Ik heb gewoon een 3.17 KD. Voor mij is dat gewoon goed. Voor mij is dat gewoon prima. En nou ja, ik heb 20.000 kills en bijna 6500 deaths. Dus ik laat het gewoon eventjes zien dat ik niet KD boost of hoe ze dat ook noemen. Maar goed jongens, we gaan zoeken naar een potje team deathmatch met de P99 ga ik spelen op de KSG-klas van gisteren. Met de P99 dus. Ik join in ieder geval een potje op Resistance. Long range map. Maar natuurlijk hoeft dat niks te zeggen. Want gisteren ging ik ook lekker met de KSG12. Dus nu even kijken hoe ik met de P99 kan doen. Ligt eraan hoe lang dit potje al bezig is. Want als dit potje al heel lang bezig is. Dan maak ik deze gewoon af en doe ik daarna nog een potje. Het potje is pas net begonnen. Oké, dat is goed. Eventjes iedereen muten. Voor het geval dat ze irritant zijn. P99. Fucking mini-wapentje. Alleen ik heb er nog nooit mee gespeeld. En ik word vanuit de rug gepakt. Oké, dat had ik eerst niet verwacht. Jammer. Maar helaas. Nou, dan gaan we eventjes via hier. Want hier zie ik er alleen. Hoppa, die heb ik. Herladen. En hierheen sprinten. En hem pakken. En hierheen sprinten. En hem pakken. En direct impact door een granaat. Lekker dan. Dat zijn de deads die je wilt hebben. Holy fuck, die staat gewoon naast me. En ja, ik heb de... wow, holy fuck, dat ging even snel. Maar goed, ik heb dus de Call of Duty Championship heb ik gezien. En ik heb hem helemaal uitgekeken, echt. En what the fuck, dat is zo vet om te kijken. Want het is gewoon... er zitten gewoon zulke goede spelers tussen. En daarvan leer je echt goed. Ik heb daar echt goed van geleerd, denk ik. En wat ik wil gaan doen... holy fuck, holy fuck. Oké, ik sta 4 om 5. Niet goed. Death streak. Fuck. Maar goed. Ik wil proberen om de komende tijd... veel meer op mijn jumpshots te oefenen. Want wat ik daar zag, heel veel mensen jumpshotten. Ze dropshotten niet, ze jumpshotten. En dat doe ik ook altijd met een shotgun. Maar nooit met een SMG of zo. En dat wil ik echt even... gaan proberen voor die jumpshots te gaan, want het helpt gewoon enorm. Oké, ik heb een assist. Daar lopen 2 enemies. Ik gooi een semtex. Ah, fuck. Ik ben dood. Jammer, jammer, jammer. Oké, 6 om 6. Ik wil in ieder geval positief spelen, want het... ja, het is lastig om op een long range map met een P99... heel goed te spelen. Ook al is mijn aim nu even off. Assisted suicide. Oké, dat neem ik wel. Holy fuck, hij komt in mijn rug. Die heeft assassin sowieso. Ja, assassin. Dat zijn altijd het leukste. Want volgens mij hebben deze enemies allemaal zo'n beetje assassin. En hij kwam ook achter ons. Hij heeft ook assassin. Blind Eye ook nog erbij. Altijd leuk. Maar niet heus. Oh shit, er komt een predator aan. Blij dat hij niet voor mij ging. Even afwachten, want ik zie ze daar achterin. Enemy care package. Hem heb ik. En nou weer deze kant op. Kijken waar ze vandaan komen. Want dan weet ik even niet waar ze precies vandaan komen. Daarachter liep er in ieder geval eentje. En hier. Hoppakee. Oh shit. Waar kwam hij vandaan? Chef kebab. Oh, die kwam net langslopen. Dat had ik niet eens door. En nu heeft in ieder geval een chopper. Dat is minder. En mijn teammate die... ja. Ik kan het wel weer allemaal op de teammates gaan blamen. Maar dan worden mensen weer boos dat ik alles op mijn teammates blame. In ieder geval had ik hem. Oké, nice. Teammate heeft de chopper gedestrooid. En holy fuck. Waarom gaat die chef kebab eigenlijk met een shotgun? Op deze map. Trouwens, ja, misschien is het... oh, fuck. Enemy Reaper. Enemy Reaper naar binnen. Nee, hij gaat voor mij. Ah, binnen. Hem heb ik. Oké, nice. Nu even rustig doen. Ik wil niet doodgaan door die Reaper. En ik weet dat de enemies eraan zitten te komen. Portable radar. En ze hebben natuurlijk ook assassin allemaal. Dat is nog het leuke eraan. Oké, waar de fuck komen ze vandaan? Volgens mij komt er hier achter eentje. Jawel, chef kebab. Alleen nu weet ik niet waar ze vandaan komen. Teammates, kom even helpen. Oké, ik zag een granaat rechts. Ik weet niet of die van de teammate was. En een stun, altijd leuk. Kom op. Oké, dat is er eentje. Nu ga ik deze kant op. Kut, er kwam er nog één. Nog weer die chef kebab. Waarom mijn teammates? Die spelen zo defensief. Maar waarom doe je dat? Oké. Ik zag er een semtex. Hij zit uit het glitchje. Holy fuck. Oeh, headshot. Nice. Terwijl ik gestunt ben. En nu ben ik dood. Chef kebab weer. Dat is altijd leuk. Maar niet heus, maar niet heus, maar niet heus. Eens kijken. Oké, semtexje daarheen. En in mijn rug gewoon weer. Overkill. Holy fuck. Kom op, ik heb hem. Oké, nice. Oh, ik dacht dat ik hem met mijn triggervinger wel had. Maar nee dus. Oh shit, mijn aim was off. Ja, oh fuck, dat was slecht. 16 om 15. Niet de beste score, dat lang niet. Zeker niet, zeker niet. 16 om 15. Ja, long range map is altijd kloten met een handgun. Dus ik denk dat ik zo meteen nog een potje ga proberen en die later upload. Dus jongens, in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze. Trouwens, ik plak de andere er gewoon aan vast, jongens. Ik plak de andere er gewoon aan vast. Want ik zie net pas dat ik 7 minuten aan het opnemen ben. Dus ik plak die andere er gewoon aan vast. Carbon is een betere map. Carbon is een... Wauw, ik ben alsnog gewoon most valuable player. Oké, Carbon. Welke attachments heeft hij? Silencer ga ik niet doen. Silencer ga ik niet doen. En volgens mij heb ik nu alle wapens, behalve de MP412, gehad al op Modern Warfare 3. Qua Pistol Monday. KD is er iets op achteruit gegaan. Maar nog steeds 3.17 gemiddeld. Ja, 3.17 gemiddeld. En een 55 streak is mijn hoogste. En ja, hoogste winststreak 33. Dat is op zich wel redelijk. Alleen, ik heb wel meer losses dan wins. En dat is kloten. Maar ja, dat is niet anders. 20% accuracy, dat is op zich denk ik wel een soort van redelijk. Ik weet het niet. Ik zou het echt allemaal niet weten wat het is. Of het allemaal redelijk is. Voor mij is het in ieder geval normaal. En we zullen eens zien. Oké, het lijkt erop alsof ik nu gewoon aan de goede kant zit. Ik zit bij een 20e prestige en een 13e prestige. En die zit in ieder geval met z'n tweeën in party volgens mij. En die waren net eventjes heel erg irritant toen ze tegen mij speelden. Dus hopelijk kan ik het nu wel beter doen. Team Deathmatch op Carbon. Team Deathmatch Carbon. We zullen zien. Ik ben benieuwd. Even kijken wat ik er precies van kan bakken. Maar we gaan er weer gewoon voor met de P99. En die twee teammaten, die 13 en 20ste prestige, die spelen volgens mij allebei met Assassin en Blind Eye. En ik snap niet, waarom zou je überhaupt Blind Eye doen op... ja, op Team Deathmatch. En überhaupt, als je in een party speelt, ook is het een tweemansparty. Normaal gesproken zou men een tweemansparty best wel het potje moeten domineren. Dus waarom zou je dan spelen met... Waar zit deze gast? Of is die weggerend? Oké, maar goed, waarom zou je spelen met Blind Eye als je in een party speelt? Heb je dan geen vertrouwen in je party of zo? Ik zou het allemaal niet weten. Oké, dat was weer die koning kebab of zo, of hoe heet die? Chef kebab. Oké, nu ga ik wel eventjes lekker. Oeh, shit. Nice. En nu even afwachten hoor. Waar komen de enemies vandaan? Daarachter loopt er eentje. Teammate heeft hem, oké. Dan denk ik dat ze spannen aan de andere kant van de map. Dus dan gaan we daar eventjes heen bewegen. Hoop ik niet dat ik chef kebab tegenkom. Oh, kut. Waarom schoot ik? Wegwezen. Het was dom dat ik schoot. Kijk, want hij zat al te kijken waar ik vandaan kwam. Even herladen. En hem, long shot. Holy fuck. Oké, en een aantal mensen gehit. En ik ga hier even weg. Oh, fuck. Dat was een redelijke explosie. Uh-oh, teammates pak hem alsjeblieft. Ik denk dat mijn teammates hem hebben, ik ga er gewoon vanuit. Hier beneden zag ik er eentje lopen. Oké, teammate heeft hij. En het is nu eventjes kijken waar ze nou precies vandaan komen. Ik denk dat er... Ja, en naar beneden jumpen, want ze waren mij op aan het zoeken. Of op aan het wachten. En ik heb hem. En even afwachten hoor. Kut! Kwam die van de andere kant. Kut, kut, kut. Oké, dat was in ieder geval een 8-streekje. Was wel even lekker. Alleen jammer dat ik dood ging, maar goed. In ieder geval een betere score dan het vorige potje. En ik speel ook wel wat, ja, wat rustiger, wat slimmer. Chef kebab heb ik, dan ga ik snel naar deze kant. Want ik denk dat ze aan deze kant komen. In ieder geval stond er daarboven eentje. Ja, die zag ik al een tijdje. En hier komt er nog een. En die heb ik ook. Nice. En dan ga ik door naar deze kant. Oh shit, A12 in mijn gezicht. Jammer. Jammer, jammer, jammer. Hem heb ik in ieder geval. Voordat hij daar naar binnen kon. En chef kebab. Nog een keertje. En daarboven zit er eentje. Holy fuck, die had een noobtube. Waarom zou je noobtube gebruiken? Het spel is al zo lang oud. Of het zo lang uit. Nou ja, ik zou dan in ieder geval... Ik zou überhaupt geen grenade launcher gebruiken. Maar goed. Oh shit, in mijn rug. Oh, dat was slim. Niet, dat was niet slim. Ofwel, ik weet het al niet meer. Maar in ieder geval, ik had hem. Maar deze niet. Nu ben ik weer dood. Maar goed, 14-4. Dat is al beter dan het potje daar straks. En daar ben ik veel tevredener mee. Oh shit. Uh-oh. Nee, weer die noobtube. Weer die noobtube. Ja, ik stond er helemaal vast. Ik stond er echt helemaal vast. Gewoon mijn semtex gooien. Oh fuck, hij zit daar gewoon. Ja. Kloten. Zo zit je op een normale redelijke streak. En zo zit je op een dead streak. Dat is niet lekker. En hier binnen zag ik er eentje. En die kwam nu naar buiten. Sukkel. Ah, ik dacht dat ik hem al had. Ik dacht dat ik hem kon hipfiren. Maar nee dus. Oké, 15-7. Alsnog gewoon een... 2 of meer KD. Dus daar ben ik op zich wel blij mee. Oké, nice. Die heb ik. Teammate heeft hem. Kut. Waarom begon ik überhaupt te schieten op hem? Dat was heel erg dom. Waar de fuck komt het nu allemaal vandaan? Oké, wegrennen. Mijn teammates die lossen het daar wel op. Daar zag ik een enemy lopen. Die laat ik even gaan. Holy fuck, hierboven staat er gewoon een. Ja, en dan kan hij mij gewoon pre-firen. Ja. Maar die Phoenix, die loopt de hele tijd de noobtube. Die staat 8 om 15. Maar heeft mij al gewoon 3 keer gehad. Auw, en een granaat. Ja, die heeft mij, tuurlijk. Dat had ik wel verwacht. Daar was ik echt, ja, dom bezig. En zo maak ik een tijdje de goede beslissingen. En zo een tijdje de domme. Of de verkeerde. En die Phoenix, die staat gewoon weer... Hij staat gewoon te wachten met zijn noobtube. Hij staat gewoon te wachten met zijn noobtube. What the fuck. Ik snap niet wat daar leuk aan is, maar het zal wel. En een host migration. Ik ben echt even afgezakken qua KD. Dat is even jammer. Maar dit is niet anders. Daar links in ieder geval zie ik een care package, dus daar verwacht ik ook een enemy. Daar namelijk. Teammate heeft hem. Dan gaan we hier weer weg. Oké, daarachter zit een sniper. Maar dan moet ik eerst hem wel hebben. Die heb ik. En hem heb ik ook dan. Nice. En in mijn rug. Oeh, shit. Dat was dom dat ik daar naar binnen ging. Want hij stond daar te campen. Hij stond mij op te wachten. Hij wist waar ik was. En ik wist ongeveer waar hij was. Maar Het heeft goed uitgepakt. Even de portable neer gooien. Oh, fuck. Ja, nu ben ik gefuckt. Als ik die eerste niet had... Oh, wauw. Als ik die eerste gewoon had, dan was het potje voorbij. Maar goed, 19:11. Ik hoop dat jullie ons nog leuk vonden. Laat een groen duimpje achter voor deze extra lange aflevering. Jongens, bedankt voor het kijken. Groen duimpje omhoog is altijd gewaardeerd. 450 moet zeker weer lukken. Jongens, bedankt voor het kijken. En nieuws!